Hoi, ik ben Celine, blogger bij VT Wonen en ik hou van slapen. Vandaag ga ik op zoek naar het ultieme slapen, want hoe lekkerder je slaapt, hoe beter je in je vel zit. We brengen een derde van ons leven in bed door, dus een goed matras lijkt mij daarbij geen overbodige luxe. Mijn bed is eigenlijk ook wel aan vervanging toe en ik vind het daarbij ook wel heel belangrijk als mijn slaapkamer past bij het seizoen. Ik heb best veel vragen, tijd voor antwoorden dus. Ik ben onderweg naar Auping, waar ik zo meteen een afspraak heb met Els. Zij is slaapexpert en gaat mij alles vertellen over hoe je goed kunt slapen. Ik heb even rondgelopen in de winkel en het valt mij op dat er een enorme keuze is aan matrassen. Maar als je het mij vraagt, een matras is toch gewoon een matras? Jammer dat je dat denkt, maar zo is het niet. Elk mens is uniek. Allemaal hebben we een ander lichaamsbouw. Neem bijvoorbeeld jouw partner. Die is ongetwijfeld breder dan dat jij bent. Dus daar hoort een passende matras bij. En hoe weet ik nou welk matras dan voor mij geschikt is? Daarvoor kunnen we gaan proefliggen. Nou, dan mag je hier gaan liggen. En gewoon lekker liggen zoals je thuis ook ligt. Nou, dan zie ik al dat deze kussen in ieder geval niet helemaal past bij je. Dus leggen we de goede neer. Nou, wat ik direct al zie is dat de contouren meegaan, maar je op de heupen te diep het matras in ligt. En dat is niet goed. En als ik dat dan eventjes check en dat doe ik door je ruggenwervel even te volgen, dan krijg ik inderdaad die bevestiging dat je bij je schouders hoger ligt. Laten we naar een ander matras gaan. Dit matras biedt jou de juiste ondersteuning in de schouders en in de heupen. En heeft ook nog eens de juiste hardheid. En wat ik zie is dat de lichthouding ook perfect is. Dus dat maakt dat dit voor jou de perfecte matras zou moeten zijn. Dit matras en het kussen passen het beste bij mij. Nu nog een mooi bed. Voor mij is een wit bed ideaal. Mijn basis in de slaapkamer is ook wit. En dan gaat hij toch wat meer op in het geheel. Plus je kunt er natuurlijk ook eindeloos mee variëren. Een bed met een hoofdbord lijkt mij echt heerlijk. De kussens er tegenaan, je hebt er steun van in je rug. En heb je nou ook een grotere slaapkamer, dan ben je ook niet meer gebonden aan een wand of een muur. Want je zet hem neer waar je wil. Dit ligt echt heerlijk. Volgens mij heb ik mijn bed wel gevonden. En hij is dubbel mooi, want aan de ene kant heeft hij die tapstoellopende pootjes. Een beetje design en dat past heel erg bij mijn sfeer en mijn stijl in huis. En aan de andere kant is hij duurzaam, wat zoveel betekent als dat hij 100% recyclebaar is. En met dit bed ga ik in de volgende aflevering aan de slag in mijn slaapkamer.